rekening zullen jullie als werkgevers daar weer aan verdienen. Werkgevers, geef werk. Geef werk ongeacht afkomst, kleur, geslacht of handicap. Geef werk aan John, Salima, Osman en Amal. Geef werk en teken en verspreid het Charter Diversiteit. Dat charter hebben wij, werkgevers en werknemers, samen opgesteld in de Stichting van de Arbeid. En wie dat tekent, belooft om voortaan in het personeelsbeleid een tegenwoordig te veranderen. En het zou zo moeten zijn dat ik op dit podium de kortste toespraak van u allemaal zou kunnen houden. Het zou zo moeten zijn dat ik slechts zou hoeven te zeggen: Joden weten wat achterstelling, discriminatie, uitsluiting en racisme betekent en waartoe dat kan leiden. Ik zou daarvoor slechts één voor. Alsjeblieft, deze krijgt u. Alsjeblieft, maar bij deze. Met een foto moment. Ja, ja. Lieve mensen, medestrijders. Wat is er gebeurd met ons mooie Nederland? Een land dat ik in 1998 verliet om te gaan wonen in de Verenigde Staten. Nederland, een land van vrijheid en solidariteit met minder bedeelden. Niet perfect, maar bereid het juiste te doen in de strijd tegen racisme en discriminatie. In 2010, 12 jaar na mijn terugkomst in Nederland, is ons land onherkenbaar veranderd. Mijn kinderen hebben dat aan den lijve ondervonden en werden voor het eerst direct geconfronteerd met anti-zwart racisme. Hierdoor voelen zij zich niet thuis in Nederland. De pijn die dat veroorzaakt, wil ik niet meer in hun ogen zien. Ik wil hen dat mooie Nederland, dat symbool staat voor vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en gelijke kansen, is ondeelbaar. Lieve mensen, verenigt u en strijd samen met ons verder. Dank u wel. Ja. Geweldige speech. Hartstikke bedankt. En ik sta naast u of achter u of whatever. Where can I sign? Dus wat dat betreft, mijn steun heb je. Uiteindelijk gaat het alleen maar om positiviteit. Dus op mijn steun kun je sowieso rekenen. Hartstikke bedankt. De volgende spreekster, die doet haar speech in het Engels. Maar dat zal haar boodschap niet te min doen. Zij komt op voor de rechten van de vrouw. En ik heb net al het woordje kom in verzet. Althans, de hashtag heb ik genoemd. En deze vrouw, die spreekt namens de feministen in verzet. Mag ik alsjeblieft een warm applaus voor mevrouw Donya Ahmadinejad. Een warm applaus. Hi everyone. Hello. Thank you for being here today. It's really great to see you still out here. I'm glad I'm talking to the hardcore. I'm here today to speak to you guys as a feminist. In January this year, I gathered a group of awesome women that I know, and we went to Sveikka Nissa. We went there to protest against Geert Wilders and his opportunistic use of women's rights as a method to bash and scapegoat refugees. Wilders walked away that day while the police arrested and fined all 10 of our group members. I'm
Thank you.